Zo, welkom terug allemaal. We bespreken vandaag het ondertussen derde deel over opslag. In het eerste deel heb ik jullie geholpen bij het maken van selectie van een harde schijf. Dus een aantal tips gegeven hoe je kiest welke harde schijf je zou aankopen voor je systeem, voor je bestanden op te slaan. In het tweede deel heb ik dan voor het eerst gesproken over het maken van backups, omdat je die bestanden ook graag op een veilige manier opslaat. Ik heb daarbij aan de ene kant gesproken over periodieke updates via het netwerk. Maar ik heb ook gesproken over real-time, dus echt onmiddellijke backups via een RAID-configuratie. En ik heb ook beloofd om in een afzonderlijke video het opzetten van die RAID-configuratie te bespreken. En dit is waar dit derde deel dus over gaat. Ik deel mijn scherm. Jullie zien meteen al dat ik op een Macintosh-computer zit. Het gaat hem in dit geval over versie 10.12.2. Nu moet ik wel zeggen dat de tools die ik zal gebruiken al een tijdje beschikbaar zijn. In OS X, dus in oudere versies, ook beschikbaar zullen zijn. En bovendien zijn de software-updates tegenwoordig gratis. De tool die we nodig hebben heet in het Nederlands schijfhulpprogramma. In het Engels kun je zoeken naar Disk Utility. Als ik comment spatiebaar ingeef, zie je al meteen dat het via autocomplete aangevuld wordt als ik dat programma opstart. Nu wil je niet via Spotlight, dus comment spatie werken, dan kan je ook hier onderaan naar programma's. En dan moet je kijken in de folder hulpprogramma's hier. En in de folder hulpprogramma's zit dan hier schijfhulpprogramma als app. En dat zal hetzelfde resultaat hebben. Nu, wat je in deze app meteen al ziet, is hier links in beeld. Deze bar is eigenlijk een overzicht van alle schijven die jij in je systeem beschikbaar hebt. De Apple SSD, dat is de interne schijf van de computer. Zoals gezegd, is dat niet de interessantste optie. Zie daarvoor deel 1 om je bestanden op te slaan, omdat als er iets gebeurt met je computer, dan moet je die computer binnenbrengen voor garantie. En als je zelf dan die harde schijf niet kunt loskoppelen en de data veiligstellen, dan heb je eigenlijk op dat moment al een probleem. Nu, los daarvan heb ik ook twee andere harde schijven aangekocht, namelijk de Seagate Expansion Media. Dat is deze, een 2 terabyte harde schijf. En ik heb dan een identieke 2 terabyte harde schijf, dus dat is deze tweede die hier te zien is, aangekocht. En van zodra je die harde schijven aansluit op je systeem, dan zullen die hier onder de map extern tevoorschijn komen. En dan zal je ook typisch hier op je bureaublad twee verschillende Seagate harde schijf-icoontjes hebben. En als je daarop klikt, kun je die openen. Maar nu gaan we dus bespreken hoe we die RAID-configuratie aanmaken. En je ziet er al trouwens helemaal onderaan een extra set. Dus je hebt intern, extern, maar je hebt ook RAID sets. En dat betekent eigenlijk dat ik hier op dit moment al een RAID configuratie heb gemaakt van die twee schijven. En daarom is dat hier nu ook al zichtbaar. Maar ik zal u laten zien hoe je die RAID kunt opstellen. Dus we gaan vanuit dat die RAID er nog niet is. Ik kom straks terug op dit overzicht, dan kunnen we de opties hier nog verder bespreken. Maar eigenlijk, om een RAID aan te maken, dan ga je een schijfhulpprogramma bij archief, ga je naar RAID Assistant. Dat is hetgeen dat hier onderaan, dus archief, de laatste optie. Als je die selecteert, dan krijg je dus een hulpprogramma te zien waarbij dat je RAID-configuratie kunt aanmaken. Eerst en vooral moet je aangeven wat voor type RAID-configuratie je wilt. Dus een RAID 0 of een RAID 1, of dan een gecombineerd JBOD-systeem. Eigenlijk komt het erop neer dat je bij die laatste optie geen RAID maakt met backups of dergelijke meer, maar dat je die twee schijven aaneenkoppelt om zo een grotere schijf te maken. Maar dat is iets wat we in dit geval zeker niet nodig hebben. Wij willen ofwel RAID 0 of RAID 1. Voor het verschil tussen RAID 0 en RAID 1 zou ik je wel aanraden om het tweede deel van deze reeks rond opslag te bekijken. Heel kort gesproken is RAID 0 een mogelijkheid om heel snel bestanden weg te schrijven en op te halen, maar dan maak je geen backup van je bestanden. Dus als je een RAID 0 configuratie kiest, dan zou je wat sneller kunnen werken met de harde schijf. Maar als een van de schijven kapot is, ben je nog altijd al je data kwijt. Wat dat we wel willen, is RAID 1. Dus je kan al meteen deze optie selecteren. En in die RAID 1 configuratie zal op de beide schijven exact dezelfde data weggeschreven worden. Dus ik heb, dat is die RAID configuratie die hier staat, ik heb daar twee schijven van 2 terabyte aangekoppeld. Dus dat betekent dat mijn uiteindelijke schijf alsnog 2 terabyte groot is, maar dan mijn bestanden gewoon op twee harde schijven weggeschreven worden. Als dan één van die harde schijven stuk gaat, is er geen probleem, ik kan die gewoon herstellen. Die hersteloptie laat ik meteen ook zien. Nu, de RAID 1 configuratie is sneller in het lezen, omdat de computer slim genoeg is om dan van de twee schijven een deel van het bestand op te halen, dus daardoor sneller het bestand beschikbaar heeft. Maar het is zeker niet sneller in het wegschrijven, omdat
Het is eigenlijk even snel in het wegschrijven als een gewone schijf. Omdat het naar de twee verschillende schijven moet weggeschreven worden, maar omdat je twee schijven hebt met twee kabels, kan de data alsnog even snel als gewoon nog weggeschreven worden. Maar bij rijd 0 gaat dat op dat moment eigenlijk het schrijven ook sneller, omdat elk bestand opgedeeld wordt in twee en je dus eigenlijk maar de helft van de tijd nodig hebt om dat bestand, theoretisch dan toch, maar half weggeschreven wordt telkens naar elke schijf. Nu, dus je kiest in dit geval voor de backup rijd 1, je gaat naar volgende. En dan moet je de harde schijven selecteren die je wilt gebruiken om die rijdconfiguratie op te stellen. Oké, dus nu heb ik twee schijven die ik kan selecteren. Dus in principe zou je bij voorkeur twee harde schijven selecteren die even groot zijn. Dus bijvoorbeeld die 2 terabyte schijven waren ideaal geweest. Maar ik selecteer nu een schijf van 500 gigabyte, gewoon omdat ik die hier voorhanden had, en een schijf van 2 terabyte. Dus dat betekent dat mijn uiteindelijke rijd 1 geconfigureerde harde schijf ook maar 500 gigabyte groot zal zijn. Dat is een klein beetje spijtig van die 2 terabyte schijf die daarin zit. Ik kan daar maar 500 gigabyte de vierde maar van gebruiken. Nu gaan we verder naar volgende. Je kan daarbij heel eenvoudig een naam opgeven. Dit gedeelte naam en structuur is eigenlijk gelijk aan wat er gebeurt als je een schijf wilt formateren. Je kan daarin zo ver gaan als dat je wilt. De structuur, in dit geval heb je maar twee keuzemogelijkheden. Omdat je een rijdconfiguratie maakt voor een Mac-systeem, kun je enkel kiezen tussen Mac filesystem. Dus ofwel Mac wat niet hoofdlettergevoelig is, dat is de eerste optie, ofwel de Mac wat wel hoofdlettergevoeligheid. Die hoofdlettergevoeligheid, dat betekent gewoon, als je een bestand opslaat, bijvoorbeeld test, heb je echt een hoofdlettergevoelig bestandssysteem, dan kan je zowel een bestand hebben, test met kleine letter, als test met grote letter. Dus verder kies je rijd 1, dus dat hadden we eerder al geselecteerd. De capaciteit, zoals ze zegt, zal de kleinste capaciteit zal automatisch gekozen worden. Je kan die niet aanpassen. Dan de blokgrootte, dat is nog een handige optie. Daar kies je eigenlijk zelf. Je hebt een aantal opties, 16, 32, 64 tot 256 kilobytes. En eigenlijk komt het erop neer dat wat je hier kiest, is puur voor het optimaliseren van het wegschrijven van bestanden. Als je heel vaak met grote bestanden werkt, zoals video en dergelijke meer, dan wil je niet die grote bestanden in heel kleine stukjes opslaan. Dan wil je die in de grootst mogelijke stukken opsplitsen om op te slaan. Dus voor grote bestanden ga je typisch naar 128 of 256 kilobytes. Heb je echter heel vaak kleine bestandjes, zoals tekstbestanden, wordbestanden, websites bestaan ook uit heel kleine bestanden. Als je om de een of andere reden kleine bestanden gebruikt, dan zou je eerder 16 of 32 kilobit bestanden willen. Voor fotografie is 64 of 128 bedoel ik, vaak voldoende. Doe je ook aan video, dan zou ik toch durven de 256 selecteren. Vervolgens kies je volgende. En dan krijg je nog een bevestiging. In dit geval zal ik het niet uitvoeren, omdat ik zoals gezegd die rijdconfiguratie hier al heb aangemaakt en niet wil verliezen. Dus ik zal dat annuleren. Jullie willen uiteraard hier maak aan uitvoeren. Nu, denk eraan, dat verwijdert alle data op die harde schijf. Dus als je al data had, dan wil je dat natuurlijk niet doen. En dat zijn eigenlijk de stappen die nodig zijn om twee harde schijven, dus in dit geval deze twee, als één rijdconfiguratie hier in de rijdsets te zien te krijgen. Nu, in die rijdconfiguratie, ik had eerder al gezegd, ik zal een aantal dingen nog laten zien, komt er eigenlijk op neer, als je die rijdconfiguratie selecteert, dan kun je hier ook schijven toevoegen aan die rijd, verwijderen. Je kan die herstellen en dat is typisch wat je wil doen als je bijvoorbeeld een van de twee harde schijven, dus dit zijn de twee schijven, als een van die Seagate kapot gaat, dan kan ik eigenlijk een andere harde schijf van 2 terabyte aankopen. De schijf die kapot is verwijderen met het minneke en dan met de plus, met de hersteloptie, een nieuwe harde schijf toevoegen. En dan zal mijn data terug beschikbaar zijn. Maar er zijn een aantal stappen die ik dus wel eerst moet uitvoeren. Verwijderen zal die configuratie gewoon verwijderen en de data ook verwijderen die erop beschikbaar is. Hier zijn nog een aantal details. Zo, maar nu kunnen jullie dus een harde schijf rijdconfiguratie opstellen. Bedankt voor jullie aandacht en tot de volgende.